Nu zijn we beland in deel 3 van de leestekst 7.2 over de Samnieten en de Romeinen. Hè. Vorig stukje hadden we gelezen hoe er een overleg kwam in het Romeinse kamp. Sommigen hadden nog hoop om te ontsnappen, anderen hadden alle hoop opgegeven. Nu, op een gegeven moment, nadat die vergadering gedaan was, besluit ze natuurlijk met de Samnieten te overleggen. Hè. En de manier om te overleggen met iemand, dan stuurt je gezanten. Goed. Romani, postquam frustra erumpere conati sunt, tandem victi necessitate legatos ad Samnites miserunt. Pacem aequam aut proilium honestum sibi petiverunt. Uw onderwerp in de nominatief vooraan, Romani, de Romeinen. En dan krijg je eerst een bijzin ingeleid door postquam, nadat. Frustra, tevergeefs. Erumpere, ontsnappen. Conati sunt, conari, comma or, deponent, proberen. Dit perfectum moet je als een plusquam perfectum vertalen. Hoe weet je dat? Uw hoofdwerkwoord miserunt en petiverunt zijn perfectum. Postquam betekent nadat. Dus de handeling in uw postquamzin gebeurt voor de handelingen miserunt en petiverunt. Dit zijn alle twee handelingen in het verleden. Conati sunt gebeurt daar nog voor. Dus je verwacht hier eigenlijk een plusquamperfectum. Dat is een tijd dat je gebruikt wanneer je in het verleden wilt zeggen dat iets gedaan is nog voor iets anders in het verleden begint. Dat is ook wat het woord wil zeggen, hè? Plusquamperfectum. Plusquamperfectum. Meer dan perfectum, hè? Nog voor het perfectum. Waarom staat hier dan in plusquamperfectum? Dat is een regeltje in het Latijn. Postquam wordt altijd met perfectum geconstrueerd, en maar soms moet je dat vertalen als een plusquamperfectum. En dat is hier het geval. Dus deponent, dat wil zeggen actief vertalen en voltooid verleden tijd. Goed, dus nadat de Romeinen tevergeefs geprobeerd hadden te ontsnappen, dus ze hebben eerst geprobeerd wat die eerste alii nog dachten, hè, nog hoopten, er is misschien een kans om te ontsnappen, ze hebben dat geprobeerd, dat is niet gelukt. Nadat de Romeinen tevergeefs geprobeerd hadden te ontsnappen, tandem miserunt, en zonden ze uiteindelijk legatos, gezanten, ad Samnites, naar de Samnieten. Legatus hier vertaalt je wel met gezant. In het vorige stukje ging het over een vergadering waarbij elk onderdeel van het leger aanwezig was. Dus in die context moesten we legatus vertalen met onderbevelhebber. Maar hier gaat het om een soort boodschapper die gestuurd naar uw vijand om te onderhandelen. Dus hier betekent legatus gezant. Leidend voorwerp bij miserunt. Samnites naar de Samnieten, dus BOB-richting. Stuurden ze uiteindelijk gezanten naar de Samnieten. Victi necessitate. Victi, puur die vorm, is een passief particip imperfectum. Komt overeen met uw onderwerp Romani, dus nominatief mannelijk meervoud, van vincere. Passief particip imperfectum, dat wil zeggen, je moet passief vertalen en voortijdig. Dus letterlijk, nadat ze overwonnen waren, of gewoon kort, als een adjectief kan hier ook, overwonnen. Overwonnen waardoor, necessitate, ablatief BBB oorzaak, door noodzaak. En met noodzaak bedoelen ze, ze hadden geen andere optie meer. Ze werden gedwongen om te onderhandelen. Een gevecht aangaan kan niet, dat wilden de Samnieten niet. Ontsnappen is nu ook gebleken dat niet mogelijk is. Dus de noodzaak dwingt hen ertoe om gezanten te sturen. Ze moeten wel onderhandelen met de vijand. Iets wat ze normaal niet vlug doen, hè. Zijn ze veel te trots voor. Maar hier, hè, overwonnen door noodzaak, doen ze dat toch. Dus wat hebben we voorlopig? Nadat ze tevergeefs geprobeerd hadden te ontsnappen,
stuurde de Romeinen uiteindelijk gezanten naar de Samnieten, hè, en dan letterlijk nadat ze overwonnen waren door noodzaak, of vlot overwonnen door noodzaak. De zin is nog niet gedaan, hè. Petiwerunt. Ze vroegen. Wat vroegen ze leidend voorwerp? Je hebt er twee. Pacem aequam en proilium honestum. En die worden verbonden door het voegwoord aut. Ze vroegen eerlijke vrede of een eervol gevecht. Voor wie datief van se sibi voor zichzelf. Dus de Romeinse gezanten stellen aan de Samnieten voor, ofwel komt er een vrede die eerlijk is voor zowel de Samnieten als de Romeinen. Ofwel komt er een gevecht, en dat gevecht dat moet eervol zijn. Dus op een open terrein, niet waar één partij gevangen zit in een bepaalde pas en de andere bovenaan op de berg vanuit een voordeelpositie gewoon dingen kunnen gooien. Nee, een eerlijk gevecht, hè? Leger tegen leger op een open terrein. Dat is wat de Romeinen voorstellen, hè? Ofwel een gevecht, maar dan wel eervol, ofwel vrede, maar niet vrede waarbij de Samnieten beslissen wat de Romeinen moeten doen. Nee, een vrede waarbij de twee partijen, zowel de Romeinen als de Samnieten, gelijkwaardig zijn. Hè? Tuurlijk, hoe zou het zelfs zijn als Gaius Pontius leider van de Samnieten? Dat is beledigend. Want de Samnieten hebben eigenlijk al gewonnen. En dan komen de Romeinen naar u, en de manier waarop ze naar u komen en wat ze zeggen, daaruit blijkt dat ze helemaal niet inzien dat ze verloren hebben. Want zij vragen een eerlijke vrede. Alsof de situatie op dit moment hetzelfde is voor de Samnieten als de Romeinen. Wat niet zo is, hè. Maar uit dit voorstel blijkt in de ogen van de Samnieten toch hoe arrogant die Romeinen zijn. Goed, Gaius Pontius Samnitium Dux, eis respondit. Gaius Pontius, wie is dat? Dux Samnitium, de leider van de Samnieten. Respondit, perfectum, niet respondet, respondit, perfectum, antwoorden. Aan wie gaf hij antwoord? Datief meewerkend voorwerp. Persoonlijk voornaamwoord is eait hier in de datief meervoud. Aan hen, dus aan die gezanten. Gaius Pontius, de leider van de Samnieten, antwoordde aan hen. Samnitium, genitief, BVB, bij de kern dux. Wat zijn de woorden van Gaius Pontius, de leider van de Samnieten? Etiam victia capti, concedere parati non estis. Vos victos ac captos esse. Wat is hier uw hoofdwerkwoord? Parati non estis. Jullie zijn niet bereid concedere toe te geven. Dus parati, nominatief, naamwoordelijk deel. Want estis is een koppelwerkwoord. Wat doen we dan met victi en capti? Dat zijn twee participia. Alle twee passief participium perfectum. Ze komen overeen met onderwerp. Dus nominatief mannelijk meervoud. Participium perfectum kunnen we hier best vertalen als adjectief. Overwonnen. Gevangen. Zelfs overwonnen en gevangen, zijn jullie niet bereid toe te geven. En bij toegeven krijg je een A plus I, vos victos ac captos is. Vos onderwerp in de accusatief, en dan uw twee persoonsvormen in de infinitief. Je hebt een eerste infinitief victos esse en een tweede infinitief captos esse. Victos esse passief infinitief perfectum van winkeren. Captos esse passief infinitief perfectum van kaperen. Als je A plus I nog kent, de regels, dan weet je dat perfectum daar wil zeggen voortijdig.
Dus je moet victos esse passief vertalen, captos esse passief vertalen en voortijdig. Dat wil zeggen, voortijdig ten opzichte van estis. Dus overwonnen zijn, gevangen zijn. En dan hebben we zelfs overwonnen en gevangen genomen. Zijn jullie niet bereid toe te geven dat jullie overwonnen zijn en gevangen zijn? Daarmee bedoelt die Gaius Pontius, de leider van de Samnieten, wat ik daarnet heb gezegd, dat is toch ongelooflijk arrogant van die Romeinen, dat ze zelfs niet kunnen toegeven wanneer ze overwonnen zijn en gevangen genomen. In deze situatie is het kristalhelder dat er voor de Romeinen geen enkele kans op overwinning meer is. Ze kunnen ook niet ontsnappen, ze zijn volledig gevangen genomen en overwonnen. Om in zo'n positie nog voorwaarden te stellen, nog aan te geven dat er onderhandeld moet worden en dat die positie tussen Romeinen en Samnieten gelijk moet zijn, dat is in de ogen van die Gaius Pontius enorm arrogant, want daarmee zegt je tegen de Samnieten dat ze niet gewonnen hebben of dat de Romeinen niet verloren zijn. Dus uit dat voorstel van die Romeinse gezanten blijkt in de ogen van die leider van de Samnieten een ongelooflijke arrogantie. Want de Romeinen zijn niet bereid toe te geven dat ze verloren hebben, dat ze gevangen genomen zijn. En hij gaat hen daarvoor straffen. Pro ista superbia, vos omnes in ermes et uno tantum cum vestimento sub jugum mitam. Uw persoonsvorm op het einde, actief indicatief futurum simplex, ik zal sturen. Nu verwacht je, wie zult je sturen, leidend voorop? En waar of waaronder zult je die sturen? BBB. Eventueel nog, op welke wijze zult je die sturen? Waar staat leidend voorop hier? Vos omnes. Jullie allemaal, accusatief leidend voorop. Ik zal jullie allemaal sturen, sub jugum, BWB, richting, onder het juk. En met juk bedoelen we hier niet letterlijk het juk dat ossen soms op hun rug dragen om een ploeg of een kar voor te trekken. Maar met juk bedoelen we hier gewoon twee speren verticaal, één speer horizontaal. En dan moesten de Romeinen daar onder kruipen. Dat was een vernederende straf. Dus een symbolisch juk. Maar ze moeten er wel letterlijk onder kruipen. Die vernederende straf vindt Gaius Pontius gepast, omdat ze zich zo arrogant gedragen hebben, moeten ze een lesje geleerd worden, lesje nederigheid. Ik zal jullie allemaal onder het juk sturen. En dan krijg je nog bij het leidend voorwerp een bepaling van gesteldheid in ermes, ongewapend. En dan nog een BWB, cum tantum uno vestimentum, cum met ablatieve voortzetsel hier, met slechts één kledingstuk, zijnde een onderbroek, hè, dus niet volledig naakt. En hij doet dat pro ista superbia, bij woorden bepaling de ablatief, voor die arrogantie, hè, als straf voor die arrogantie. Als we gaan eens in hernemen, voor die arrogantie, zal ik jullie allemaal ongewapend en met slechts één kledingstuk onder het juk sturen. Omnes aliae pacis conditiones, victis ac victoribus, aequae erunt. Erunt, net als mitam, indicatief futurum simplex. Erunt van esse, hè, zullen zijn. Onderwerp, omnes aliae conditiones. Alle andere voorwaarden. Nominatief vrouwelijk meervoud. Onderwerp van erunt. Bij voorwaarden, conditiones, krijg je nog in de genitief bijvoeglijk bepaling. Hè. Pacis, BVB, bij de kern. Conditiones, voorwaarden van wat? Hè. Pax, pacis, van de vrede. Voorwaarden van de vrede, vlot, vredesvoorwaarden. Alle andere vredesvoorwaarden zullen zijn, wat verwacht je bij een koppelwerkwoord, naast een onderwerp, nog in de nominatief, een naamwoordelijk deel, aequae.
Aikus aum kennen we hier. Eerlijk. Aikus aum, eerlijk. Hier nominatief vrouwelijk meervoud, naamwoorden delen. Dus alle andere vredesvoorwaarden zullen eerlijk zijn. Voor wie? Victis ac victoribus in de datief. Victis, passief park imperfectum, datief mannelijk meervoud van winkeren. Dus letterlijk, aan zij die overwonnen zijn. Vlot de verliezers. Ac victoribus, dit is gewoon een substantief victor in een datief meervoud. Hè? En voor de overwinnaars. En dan gaan ze zien. Alle andere vredesvoorwaarden zullen voor de overwonnenen, of vlot de verliezers, en voor de winnaars, eerlijk zijn. Dus die Gaius Pontius gaat gedeeltelijk in op het verzoek van de Romeinen. Een soort eerlijk verdrag. Hij is bereid om alle andere vredesvoorwaarden de Romeinen als gelijke te behandelen. Dus die zullen eerlijk zijn voor zowel de overwonnenen zijn de Romeinen als de overwinnaars de Samniten. Maar één straf vindt hij wel gepast. En dat is omdat de Romeinen zich zo arrogant gedragen hebben. Dus niet bereid zijn hun nederlaag toe te geven. Zegt Gaius Pontius, één straf, vernederende straf, moet je dan ondergaan. Want jullie moeten wel jullie plaats kennen. Een lesje nederigheid. En dat is zonder wapens en met slechts één kledingstuk, een onderbroek, onder het juk kruipen. De rest zal eerlijk zijn voor zowel Romeinen als Samnieten, maar die ene vernederende straf moet je ondergaan. En waarom? Ista superbia, omdat jullie je zo arrogant hebben gedragen. Dat voor dit derde stuk. Hè. Ook hier hadden we in de les al de vragen opgelost, maar mocht je sommige dingen niet correct genoteerd hebben, vind je dat hier terug. En ook de vertaling staat hier. Hè. Goed, dat voor deel 3 ziet er nog een vierde en laatste deel over. Dat is voor stukje 4 dan.